Dit is echt perfect. Dit is echt perfect. Wat een cadeaus. En de kerstboom staat er al. Jullie worden opa en oma. Ik moet jou toch even doorsturen naar de huisarts. Waar zit de kleer? Sinterklaas, wanneer heeft hij een broer? Hey, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag sta ik in de parkeergarage samen met Ella en ik zit samen met Niek, die staat daar ook. Hey, wij gaan naar de McDonald's, jongens. Ik heb net mijn shoot gehad voor Van Katje naar Sixpack, het eindresultaat. En wij gaan het vieren en we gaan naar McDonald's, dus let's go! Oh, jongens. Ik heb lekker een Big Tasty op, een paar keer nuggets en een patatje. En het was lekker, maar ik moet zeggen, het is niet dat ik het echt heel erg heb gemist. Dat ik nu denk van ja, man, leuk. Ik weet dat het weer kan, maar het hoeft niet. Het is niet dat ik het gelijk weer allemaal hoef en zo. Dus wat ik ook al zei, ik ga wel gewoon na deze fotoshoot wel gewoon een beetje mijn healthy lifestyle een beetje doortrekken. Maar niet meer zo extreem. Mag ik je laatste keer nuggen? Ja. Wij zijn weer thuis en vanavond heb ik iets heel erg leuks. Ik ga namelijk voetballen met Creators FC en we gaan daarna waarschijnlijk gezellig naar het Terrassenfestival. In Amsterdam. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik hoorde van iedereen dat het heel leuk is en dat het allemaal gezellig is daar. En dan zit je aan een tafeltje en dan ben je gezellig met z'n allen wat aan het drinken. Ik weet het niet, maar we zien het allemaal wel. Nou, jongens, het was een hele leuke meeting. Slaap lekker allemaal. Trusten. Slaap lekker. Trusten. Trusten. Doe maar je deur dicht, ik wil niks meer horen. Ja, ik wil niks meer van jou horen. Ik wil niks meer van jou horen. Ik wil die tv, ja, maar als jij tv op 3 zet, dan hoor ik. Ik ga mijn tv op 20 zetten, kom goed. Oké, ik druk hem uit. Ik kan dat namelijk van mijn telefoon. Dan zet ik hem weer aan. Hey jongens, slaap lekker. Hoi hoi. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Moet je kijken, ik heb een Garhard muts op. Ik heb een Garhard shirt aan. En ik heb Garhard sokken aan. Helemaal leuk. Nee, wij gaan vanavond Sinterklaas vieren. Maar Sinterklaas komt natuurlijk niet meer bij ons langs om cadeautjes te geven, want wij zijn veel te oud. Dus wij gaan 3 cadeautjes halen. Je moet een leuk cadeautje hebben, een grappig cadeautje. En iets wat je al had. En iets wat je al had. En dan gaan we zeg maar zo'n dobbelspel doen. En ja, Amber komt ook. Het is het enige wat mensen in jouw vlog zien nu van mij dit. Als Eskimo. Ja. Maar het is ook lekker koud. Maar goed, Amber en Ruben komen ook. En dan gaan we lekker bij mijn ouders gaan we Sinterklaas vieren. En mijn moeder die heeft allemaal lekkere dingetjes gehaald. En dan gaan we gourmetten. Maar wij gaan nu eventjes... Hey, je zit gewoon in mijn nek te likken. Ah. Maar goed, wij gaan nu richting het stadshart om de cadeautjes te halen. Want ik heb nog heel... Auw, hou eens op met bijten. Want ik heb nog helemaal niks. Dus let's go. Ik heb honger. Heb jij honger? We hebben net gegeten. Jij hebt net gegeten. Oh... Oh, hey. Ik zei toch dat ik het zou opruimen, maar Niek geloofde mij niet, maar ik ben het echt aan het opruimen. En nu deze kant ook. Ja, het is gewoon geld waard, hè, dat tasje. Misschien zit er al 2 euro in. Ja? Ja. Kleine dingen letten in het leven. Oké, hey jongens, dit is het eerste cadeau en dit is zeg maar het leuke cadeau van de 3. Dit is een stuk chocola wat je dus kapot moet slaan met een hamer. Dit is denk ik wel leuk. Het eerste cadeau is binnen. Nu moeten we ook nog een grappig cadeau hebben en ik denk dat ik al weet wat het is. We gaan naar zo'n winkel waar je dus zeg maar van die, wat is het? Ik wil van die kerststoffen, dat je bijvoorbeeld een kerstman hebt. Ja, die weet ik wel hoor. Ja. Weet je, kijk, ik weet zeker, mijn pa zou dat nooit zelf kopen, van die bijvoorbeeld grote kerstman sloffen. Jij gaat opeens herinneren, man. Oh. Maar ik weet zeker, mijn pa die zou dus nooit zomaar zelf die shit kopen als van die kerstman sloffen, van die hele gekke Rudolf sloffen. Maar als ik ze koop, weet ik zeker dat hij ze aan gaat doen. Dus dat ga ik zeg maar kopen als grappig cadeau. Dit is echt perfect. Dit is echt perfect. Kijk, ze zitten op de bank lekker voetbal te kijken. En wij een tas vol met cadeautjes. Voordat we Sinterklaas gaan vieren, gaan we natuurlijk eventjes voetbal kijken. Maar moet je eens eventjes kijken. Wat een cadeaus. En de kerstboom staat er al. Hey, hey, hey. Oké, nou, we gaan eens een spelletje spelen. Mam, jij hebt een dobbel... Wat heb je bedacht? Nou, ik heb het niet bedacht. Het bestaat op internet, maar ik heb wel echt zelf... Oh, je hebt helemaal uitgetypt ook. Ja. Nou, dan stap je niet in. Dat mogen we nu niet aanraden. Ronde 1 gaan we cadeautjes verdelen. Ronde 2... Oh, en wat het belangrijk is, per wat je gooit heeft een betekenis. Als je 1 gooit, geef je je cadeau aan de persoon links van je. Als je 2 gooit, pak je een cadeau van de stapel of indien ook van iemand anders.
mag je gewoon een cadeautje afpakken. Als je 3 gooit, wijs je iemand aan die een cadeau van iemand anders mag pakken. Oh nee, aan iemand anders moet geven. Als je 4 gooit, leg je 1 cadeau terug in de pot. Onthouden, hè? Ja. Nee, maar doen we zo. Als je 5 gooit, pak een cadeau van de stapel en dien op van iemand anders en geef het weg. En gooi je 6, dan pak je een opdrachtkaartje. Oh. Er staan verschillende dingen op. Ja. Als je het goed hebt, mag je een cadeautje pakken in deze ronde. Is al Amber. Ja. Ja, als je het goed hebt, mag je een cadeautje pakken deze ronde. Ja. Heb je het fout? Even kijken, wat had ik hier gezegd? Heb cadeau weg. Dan moet je een shotje nemen, toch? Als je het fout hebt, moet je het cadeautje wegnemen of een drankje doen. Oh ja. Oh, ja. En als je dan denkt van ja, weet je, dat vind ik echt gênant of dat het niet of dat vind ik niet leuk. Dan kan je sowieso kiezen om een cadeautje weg te leggen. Oké. Duidelijk! Ja? Oh, dat jij gewoon weer wil gooien. Ik wil gooien, maar net voordat hij in de boom of op de Vijf. Pak een cadeau van de stapel en geef het weg. Niet aan mijn kast. Ik heb tot nu toe het kleinste cadeautje, kijk. 6! Oh, opdracht! Neem niet je blote leutje naar de straat heen, die zit ertussen. Nee. Oh, wacht, fluit 3 Sinterklaas liedjes die de ander in 1 minuut moet raden. Ja, dus dan moet je gaan zitten en dus, moet je 3 liedjes fluiten en wij moeten die met z'n allen binnen een minuut raden, anders heb je Sinterklaas. Ik ga het niet raden. Oh, die tijd, wie heeft de tijd? Oh ja. Ik zal met je een fluitje wacht. Ik kan dus helemaal niet fluiten. Oh, nee, nog een lastig. Sinterklaas wachtwoordje. Ja. Geen idee. Ja. Nee, die had ik ook. Kut. Hey. Sinterklaas. Ja, ik weet er gewoon geen meer. Ik weet het niet meer. Ja, maar 2 keer zit ik op een kapotje. Wie heb je? Die had ik ook al. Heb je die hoofd? Is lastiger dan gedacht. Ja, die had je al. Ik weet het gewoon niet. Hoe slecht is dit? 6. Ja, ik geef het op. Ik geef het op. 1. Had ik al. Ik moest dus 3 liedjes moest ik fluiten, 3 Sinterklaas liedjes, maar ik wist er maar 2. Ja. Oké, en wat moet ik nu doen dan? Nou heb jij de keuze, of je legt je cadeautje terug in de pot, ja. Of je doet een shotje. Ik ga voor een shotje. Jongens, proost. Raad je sixpack. Ja, dat is wel echt lekker. Dit is salmiak. Ja, dat hoef je vannacht niet meer. Oh, okay. Oh ja, daarom. Stapel 5 van die dingen op. Maar daar gaat hij nu over doen, toch? Ja, ze moeten 30 staat er niet bij. Ja, nee, maar we gaan wel eten voor 9. 5 is nog best wel lastig, hoor. Nou, ja. Niet voor je moeder. Als deze vraag terugkomt later in het spelletje, dan wordt hij lastiger. Laatste. Godsamme. Oh. Oké. Okay. Een cadeautje in een doos. Oh, een natte krant heb jij gekregen. Dit, laat eens zien. Draai eens om. Dat is om. Jullie worden opa en oma met een rompertje. Wat is dit? Van wie is dit? Ik denk Ella. Van wie? Dit is van jou? Heb jij dit gekocht? Ja, ik heb het gekocht voor een grap. Ja, ik zie wat. Voor de grap. Hé, maar jij. Een leuke grap. Mama, je schok echt, hè? Jullie worden opa en oma. Zo. En dan zo'n rompertje. Oh. En als straf? Ja. Jij? Oh, dit is wel echt een goed cadeau. Ik vind het wel echt een hele leuke grap. Ja, dit was wel een goede grap. Grap. Jullie worden opa en oma. Nou, maar wij moeten echt iets vertellen. Hij is wel echt goed, hoor. Ja, hij is wel echt goed. De cadeautjes zijn inderdaad bij papa terechtgekomen. Ik had het ook speciaal voor jou gehaald. Ik wist al zeker, jij gaat het leuk vinden. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Wij hebben gisteren lekker Sinterklaas gevierd. En het was echt hartstikke grappig met allemaal leuke spelletjes. En we gingen dobbelspel spelen dat je cadeautjes naar links moet geven. En voor elkaar moet afpakken. Maar ben je blij met je cadeaus? Ja. Wat had je nou uiteindelijk? Je had zo'n krokodilspel dat je op die tanden moet drukken. Ja, en ik had een kraskalender. Kraskalender. Ik had 5 euro gewonnen. Ja, jij hebt 5 euro gewonnen. Ik had ook een kaskalender, maar ik heb niks gewonnen. En ik heb rituals voor bij ons onder de douche. Oh ja. En ik heb mijn eigen bordjeskurpjes. Ja, helemaal top. Ja, ik had, wat had ik? Ik had een kaskalender en kaarsen. En je boekjes. En koffiebekertjes. Dus ik ben eigenlijk wel blij. We rijden hier nu langs de voetbal, maar we zijn blijven slapen bij mijn ouders. En we rijden nu langs de voetbal, want
Ruben die mag eindelijk weer voetballen en hij staat ook in de basis, dus we gaan gezellig kijken met mijn ouders en Amber en zo. Alleen het is wel echt koud, want mijn auto die geeft hier 1 graad aan. Het is goed dat ik een muts op heb. Het is echt koud. Ik voel het nu ook aan mijn handen. Oeh, wat? Maar je hebt het ook koud? Ja. Oh, oh, oh. Kijk eens even. Ruben staat daar, daarachter. Deze. Oh jongens, ik moet zeggen, dit is de eerste keer sinds zeg maar de zomer dat ik het echt koud heb. Maar ik heb... Valt wel mee hoe koud. Oh, ja, maar ik heb echt koude handen. Potjandoei. Oh, kijk, daar is het andere support. Hey. Oh, wat is het koud, zeg. Oh. Aanstellers. Ik heb het echt koud. Oh, jij zit niet aan te stellen? Nee, je bent al zo geoefend, hè? Ja. Ruben heeft net al een panna gemaakt, Am. Dus je hebt het gemist. Goed, heb je hem ingezoomd? Nee, ik kan niet. Dat is jammer, jongens. Ik had eigenlijk mijn andere lens moeten meenemen. Dat had ik echt goed kunnen inzien. Oh. Nu is dit zeg maar de max. Holy shit, jongens. Ik voel mijn tenen niet meer. Oh. Ik zat lekker binnen. Ja, Ella zat lekker binnen met een patatje. Ik stond lekker buiten. Volgens mij heb ik een rode neus. Een beetje. Er is een rood koud puntneusje. Heb ik dat? Poeh. Nee, valt me mee. Maar ik heb ook binnen gezeten eigenlijk. Oh, dat is het enige nadeel van Jesus, jongens. Dat het gewoon eigenlijk gewoon, ja, dat is echt totaal niet warm. Ja, toch die Uxje moeten kopen. Oh ja, dat lijkt me zo lekker. Van die nu had? Van die lekkere warme Ux. Ja. Ah, nou goed. Ik ga lekker naar huis. En ik ga jou ook thuis brengen. Nee. Ja, het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Ik ben weer thuis en ik zit heerlijk op de bank. Ik heb vandaag voor de rest heel weinig gedaan. Ik ben nog even lekker gaan sporten met Joris. En ik zit nu lekker warm voor het open haartje op de bank een beetje muziek te luisteren, jongens. Ik vind het soms zo nice om gewoon even lekker in de avond. Gewoon even lekker rustig op de bank te zitten, muziekje te luisteren. Ja, gewoon een beetje tot rust komen, jongens. Dat is ook goed voor je. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ga zo ook gewoon lekker mijn bedje in, lekker vroeg slapen een keertje. Want ik heb gisteravond ook niet zo lekker geslapen. Omdat ik sliep samen met Ella in mijn oude bed. En dat is een, zeg maar een twijfelaartje. Maar ik kon gewoon niet slapen. Ik had ook geen kussen, want ik was mijn kussen vergeten. En ik stoot de hele tijd tegen Ella aan. Toen werd ik wakker. Dus ja, ik heb niet heel lekker geslapen. Dus ik ga zo lekker mijn bedje in. Maar jongens, ik spreek jullie morgen. Maar hoe lang weet je het al aan dat je van me valt? Vin. Waarom moet je altijd als ik begin met vloggen iets raars zeggen? Waarom moet je altijd iets raars zeggen? We hebben gewoon heel eerlijk een open gesprek over je geaard. Dat is niet erg. Nee, we hebben het over thumbnails maken. Sorry. Oh. Jongens, goedemorgen. Of nou ja, goedemorgen. Het is nu 10:15. Maar Niek is gezellig bij mij, want yes. We zijn een beetje aan het editen, thumbnails maken. En we gaan straks richting een hoorkliniek. Of hoe noem je dat? Een hoorspecialist. Ja, gehoorspecialist. Ja. En we gaan van die oortjes laten inspuiten voor uitgaan en voor festivals. Want laatst waren we bij Huis van Oranje. En ik merkte gewoon echt dat het zo hard stond. En helemaal omdat ik ook muziek maak, is het gewoon zo dom als ik niet gewoon oortjes in ga doen. Dus we gaan van die zelfgemaakte, van die op maat gemaakte oortjes laten inspuiten. Dan gaan ze spuiten zo'n spul erin. En dan krijg je van die helemaal in je oor passen. En dan komt er zo'n klein filtertje in. En dan heb je de perfecte oortjes. Het kost wat, want volgens mij is het van €150. Maar je moet niet bezuinigen op je gezondheid. Nee, daarom ga ik elke week naar de zonnebank. Ga je naar de zonnebank? Nee. Ik dacht al. Dat was niet goed voor je. Nee. Nou goed, wij gaan weer even door. Kis, er ligt nu nog maar 1 flesje, dus ik heb het echt opgeruimd. Maar waar heb je het zaadje voor gekregen? Ik heb... Wat ben je toch klein? Ik zit helemaal in de voorruit bijna. Ik heb het boven in de tas gelegd, waardoor ik het dus zeg maar weer terug kan brengen bij de winkel. Maar goed. Kijk, statiegeld. Hoe? Ja, Niek had zin om even te gaan rijden, dus dat mag. Wat lief van jou, zeg. Ja, dat mag wel, hoor. Gelukkig hebben ze hier geen stoeprandjes, hè. Wacht, ik moet deze even aanpassen. Oh ja, zit alles maar weer goed. Ik zeg wel altijd, ik ben zo autistisch met mijn stoel. Ik heb hem alleen naar achter gezet, dus ik ga hem niet bewegen verder, ja? Okay, ja, dan is het goed. Dan is het goed, dan mag het. Kijk, als je bij de hoeren komt, dan staat er dit ook altijd op de muur. 3 garanties. Ja? De beste diagnose. Ja. Uw hoorwens staat centraal. In dit geval is het hoorwens, maar ja, ja. Normaal, snap je? Ja. En de nieuwste technologie. Ze hebben altijd de beste seksspeeltjes. Oh, echt? Ja. Nou, interessant. Ja. Dat is grappig, want ik deed me er even aan denken. Want het lijkt er ook een beetje op. Nou, Vincent, we zijn voor je documentaire nu bij Beter Horen. Wat gaat er precies gebeuren? Ik krijg van die oortjes. Ja? Dat mijn gehoor niet naar de kloot gaat. Ja. Nice. Is dat? En hoe voel je je vandaag? Goed. Ja? Heb je goed geslapen? Je zei dat je last had van wat mentale problemen. Is dat alweer een beetje verholpen nu we weer op pad zijn? Nee, het gaat goed. Mm-hmm.
ik moet jou toch even doorsturen naar de huisarts. Omdat er te veel oorsmeer in zit. Oh. Het punt is, als ik nu een afdruk maak, dan plaats ik een watje in het oor. En dan duw ik eigenlijk alles nog meer naar achteren. Oké, dus daarom dat ik nu al niet goed hoor. Eerst moeten je oren schoon zijn. Oké. Ja? Ze moest dus, een keer laten uitspuiten. Ja, dus even druppelen met olie. Het is niet helemaal vol, maar om te voorkomen dat ik alles nog meer naar achteren achterdruk, duw, is het beter om het helemaal schoon te laten maken. Oké. Ja. Dus een paar dagen druppelen met olie en dan. Oké, dan ga ik een afspraak maken bij de huisarts. Juist schoon. Oh, hoe kan dat? Ja, geen idee. Nou, ik zit wel heel vaak in mijn oren te pulken. En dan eet ik het ook op. Deze kant. Niet. Dus jij moet voor links. Heb jij dan maar één? Ja. Dus ja, ik moet even een nieuwe afspraak inplannen met jullie. Oké. Okay. Jandori, dit had ik niet verwacht. Ik denk, die oortjes worden er gewoon ingespoten en het is klaar. Hè? Maar kijk, dus blijkbaar. Kijk, het is niet zo dat. Kijk, het is niet zo dat je oor, dat je nu, zeg maar, als je nu in je oor kijkt, dat je allemaal oorsmeer ziet. Maar zij ging met zo'n telescoopding of zo'n. Weet je, en dan zie je het wel. Maar zij zegt dat als er dan gaat, zeg maar, een watje gaat in je oor eerst. En dan spuit ze het in. Want anders gaat het natuurlijk dat spul door je hele gehoorsysteem. Mm-hmm. Alleen ze zegt dus dat als dat watje erin gaat, dat ze dus dat oorsmeer nog dieper je oor in wordt. En dat is dan niet goed of dat is dan gevaarlijk. Mm-hmm. Maar verdorie. Zo moet ik mijn oren laten uitspuiten. Ja, het is wel handig. Ik wil dat sowieso een keer doen, want ik heb het al een keertje gedaan, mijn oren uitgespoten. Mm-hmm. Het is chill. Maar goed. Nou, dan moeten we maar weer een keer terugkomen. Ah, wat vervelend. Dan moeten we nu een broodje gaan halen. Ja, echt dat. Nou, bel de brandweer maar weer. Help! Hé, hij gaat! Kut, nu is hij net de brandweer gebeld. Hé, hey, maar nu stopt hij bij 1. Nou, gelukkig jongens, hij doet het. Ik ga het niet meer doen, ik ga volgende keer lekker aan de trap. Oh, ik ga vanochtend zei, ik ga gaatjes doen. Maar Sinterklaas, sinds wanneer heeft hij een broer? Nou, sinds het pietentekort. Oh, ja, sinds... Ja, het is bang en boos met de pieten. En waar ga je hier naartoe dan, Sinterklaas? Ik heb Klaas doorgegeven. Hij krijgt geniet van dat soort foto's opgestuurd zoals jij, hè? Oh, nee, dat klopt. Maar, zouden we wat mee doen. Maar waar gaan jullie naartoe, Sint? Sinten. Hoe zeg je dat? Sinds. Ja, het is 1 Sint, 2 Sinten. Ja, was het meer van Sint? Want er is er maar 1. Dat is een goede herinnering. Ja, Harry. Fantastisch. Wij gaan naar Tinken. Ik zit gezellig met Nick op de bank en wij hebben net Expeditie Robinson gekeken met z'n tweeën. Maar ik heb ik kijk heel vaak YouTube video's over gewoon bijvoorbeeld mijn camera en de settings van een camera. Maar nu film ik dus altijd gewoon in HD, dus 1080. En dan 50 frames per seconde. Maar ja, heel veel mensen die dat zegt allemaal niks. Maar ik wil dus misschien in 4K gaan vloggen in 25 frames per seconde. Dan gaat het er iets anders uitzien. Maar heel veel mensen online zeggen dat het gewoon natuurlijker eruit ziet. En dat het net even allemaal wat echter overkomt. Ook de snelheid van je beweging. Kijk, 50 frames per seconde. Dat... Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar ik zit het gewoon altijd een beetje te checken. Maar ik twijfel altijd een beetje over. Maar Niek die vindt dat ik in 25 frames moet filmen, hè? Ik vind dat jij gewoon een keer de waarheid aan je volgers moet vertellen. Dat ik wat? Ach, kom op. Hou je niet zelf voor gek. Bij welke gozer heb jij vannacht geslapen? Wat? Bij Duncan Trump, hè? Wat? Hoe kom je daar nou weer bij? Oh, op, jongens. Rapnieuws staat overal. Ik weet niet wat het is met Niek de laatste tijd, maar elke keer als ik Niek aan het filmen ben, gaat hij iets grappigs zeggen of ik weet niet wat. Inderdaad. Of je blurt mij, of ik ga je gewoon elke keer bashen en roasten als jij gewild komt. Weet je, fuck jou. Ja, nu ga je het ook op mij proberen. Fuck jou. Nee, je gaat niet bij mij. Andere mannen vind ik prima, maar je gaat niet bij mij. Ga weg. Ik smek die lamp zo.
Oh, doe dat dan maar niet. Dat zou niet heel nice zijn. Maar goed, ik denk dus dat ik in mijn volgende vlog gewoon een keer in 4K ga filmen in 25 frames per seconde. En we zien het wel. Als ik het achteraf zelf ook niet mooi vind, dan ga ik gewoon weer terug naar 50 frames. Maar als ik het wel mooi vind en jullie vinden het ook mooi, dan hou ik het gewoon op 4K 25 frames. Ik weet niet, ik ga gewoon een beetje uittesten, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, ik lig alweer lekker in mijn bed, want morgen heb ik weer een hele leuke dag. Ik ga samen met Niek gaan we een kookworkshop doen en we zijn uitgenodigd door Coca-Cola, dus het is hartstikke leuk. Het heeft te maken ook met kerst en zo. Dus ik ga lekker mijn beetje in. Maar goed, vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.